Ja, die versnelling van Koenigo die is er weer te veel aan voor Heras. De anderen volgen nog, maar het is niet meer dan dat. Damiano Koenigo kocht zijn eerste fietsje nadat hij een vakantiejob deed bij een bakker. Hier is Tricky. Tianza. Hij kent het hier wel. Fertonani ervoor. Botero, Koenigo en Menchov. De druk in de Fona-ploeg roest nu helemaal op de schouders van Santiago Botero. Lastig stuk. Tempo er helemaal uit. Eens omkijken. Komt er nog volk terug uit de achtergrond? Doordat het tempo een beetje stokt, kan Beltran weer aansluiten. Nu als het verschil met de achtervolgers op die manier een seconde of 30 kunnen houden, dan valt er in de laatste kilometer nog heel veel te gebeuren. Daar kan je er zo wel weer van wegrijden. Beltran gaat nu zelfs naar voren en gaat het tempo voor een stuk bepalen. Botero, de best geplaatste in het algemene klassement, staat op 21 seconden van Petacchi, op 13 van Pereiro. We gaan het klassement dan eens wat verder af. We zoeken de andere mannen in de kopgroep. Maar we moeten ver gaan zoeken. Al zijn de verschillen natuurlijk niet zo groot na 3 dagen. Fertonani dan de tweede geplaatste in het algemene klassement op 21 seconden van Pereiro. We gaan toch maar ook Koenigo zoeken in dat algemene klassement, want hij kan hier straks de rit winnen en ook de bonificatieseconde pakken. Er is een tweede groepje gevormd met daarbij Ardila, Lobato, Contador en Aitor Oza. Zoals verwacht een aardverschuiving in deze etappe als het zo voortgaat. Straks weten we wie de betere klimmers zijn, we weten het nu eigenlijk al. Koenigo die staat in het klassement 95ste op 33 seconden van Petacchi. Dat zijn er dus 25 van Pereiro als we straks de rekening moeten maken. Straks kopman in de Giro, dat spreekt voor zich. Samen met Simoni. Simoni die voor een andere voorbereiding kiest. Versnelling van Atienza. Atienza die versnelt vanuit het peloton. Onmiddellijk de reactie van Santiago Botero. Botero is sterk. De buffel van Medellin. Stadsgenoot van onder meer Ardila. Fertonani moet eraf. En nu versnelling van Menchov. Wie gaat er reageren? Koenigo zet zich recht. Koenigo naar het wiel van Menchov. Botero volgt en dan Beltran. Dat gaat al wat moeizamer. En Atienza moet nu opletten dat hij niet het slachtoffer wordt van zijn versnelling van daarnet. Voor Fertonani is het definitief afgelopen, denk ik. Dus hebben we er nog 4 over vooraan. Of 5 liever, ja. Botero, Koenigo, Menchov
Beltran en Atienza. Kneukelen ons om die laatste kilometer te zien. Die lastige laatste kilometer. Stijgingspercentage boven de 10%. En het gaat ook om de bonificatieseconde. 10, 6 en 4 kunnen van belang zijn voor eventuele eindwinst in de ronde van Romandie. Daar de laatste kilometer. Met onze 5 en Fertonali die weer konden aansluiten. Omdat het tempo wat gezakt is. Nu goed, die moet daar zo meteen weer af. Bij de eerstvolgende versnelling zijn we hem weer kwijt. Misschien kan hij nog eens demareren en hopen dat ze gaan passen. Maar ja, hij heeft het gehoord, hij gaat het doen. Het is zijn enige mogelijkheid om nog een kans te maken. Maar ja, ze laten het niet gebeuren. Onmiddellijke reactie van Koenigo. En nu een volgende versnelling, maar van wie komt ze? Gaan ze spurten de laatste 200 meter. Koenigo aan de zijde van Menchov. Atienza met Beltran en Botero op de tweede rij. Versnelling van Beltran. Reactie Koenigo van Menchov. Het zijn versnellingen waar niet zoveel op zit, maar het is dan ook heel stijl, heel lastig. Het is niet zo simpel om hier 3 per uur rapper te gaan rijden dan die andere. Fertonani, weer aan de rekker. Weer gelost. Gaan op boord van de laatste 500, laatste halve kilometer. In deze eerste van 2 bergetappes in de ronde van Romandie. In de grote verrassing is dat Oscar Pereiro heel vroeg gekanteld is, gecapituleerd heeft. Botero zit klaar om alles te counteren. Heeft Koenigo die explosieve versnelling nu al in de benen. We hebben hem in de klim een paar keer zien tekeer gaan. Dat was mooi, dat oogde indrukwekkend. Maar misschien moet er nog een procentje of 4-5 bij. En gaat hij zich hier laten verrassen door de anderen. In principe moet deze aankomst hem het best van allemaal liggen. Maar onderschat Menchov niet. En ook Botero is nog een kanshebber. En Atienza nog 300 meter. Daarna, na de bocht, zien ze de aankomst liggen. Steile laatste meters. Kruipen en spurten voor de zegen. Menchov die aangaat, maar dan komt Koenigo. Koenigo gaat een hand uitsteken naar de ritzegen. Gaat die ook pakken. Tenzij Menchov nog eens kan relanceren en daarover kan komen. Menchov nog niet helemaal geslagen. Koenigo op kop. Dan Menchov aan het wiel. Nog minder dan 50 meter. Koenigo moet nog eens gaan versnellen. Wil hij Menchov definitief kwijt zijn. Menchov komt nog hoor. Maar Koenigo houdt stand. Koenigo wint erin voor Menchov en Botero. Dan Atienza, Beltran, 4 en 5. En Fertonani, die zal zesde worden. Het is nu vooral kijken ook naar het tijdsverschil met Oscar Pereiro. Daar komt Fertonani uit de bocht. Op 27 seconden. Dit is het groepje met Lobato. Maar ook met Valjavec en met Moos. En wat doet die wagen daar? Ardila is hier ook binnen. Ardila samen met Contador op 45 seconden. Dan Moos op 1 minuut. Voor Oza. En Valjavec. Valjavec is 11e. Ze vallen hier bijna om. Is niet te doen. Zo lastig.
Pato is 12e. Miholjevic 13e. Dan komt nu Perdiguer over de steep voor Tochny. Lutenberger, Heras, Jaksje. En nu pas Pereiro op 1.55. Oscar Pereiro verliest hier de ronde van Romandie. Dat kunnen we nu al opschrijven. Ginds in de verte Wim van Uffel met zijn stelte benen. Maar hij heeft een voortreffelijke etappe gereden. Net buiten de top 20. Prachtige slotklim gezien. Muravjev is over de streep. Dan ook Kepoli en nu Wim van Uffel op 2.53. Voor Bocharov. En nu wordt het rekenen, hè. Ik vermoed dat Botero leider gaat worden, want hij heeft ook nog eens 4 bonificatieseconden gepakt. Geeft er dus maar 6 prijs op Damiano Cunigo. En had er 12 voorsprong. Er was wel een klein gaatje, maar toch. Ik ga ervan uit dat Botero hier straks de gele leiderstrui met zijn gescheurde broek in het gezelschap van Igor Anton. En met mondjesmaat komen ze nu over de streep. Hier is Sinkevits in het gezelschap van Thomas Dekker. Dit is de man die we daar straks in de aanval zagen, Francesco Bellotti. Zo zie je maar hoeveel tijd je nog kan verliezen op zo'n slotklim. 4 minuten en 34 seconden. En hier Garzelli. Heel snel moeten lossen op deze slotklim. Ook Savoldelli over de streep. Nog niet helemaal klaar voor de Giro. Rigo. Tijd van de winnaar 3 uur 45 minuten. Dan gaan we de tijdsgrens eens moeten berekenen. In totaal 225 minuten gefietst. En 18% daarvan. Ja, dat zal wel geen probleem zijn, hè, voor de Gruppetto. Zou toch niet mogen. Hier de werkers van het eerste uur, Chop, maar ook Zampieri. Op de computer nog altijd niet de bevestiging dat Botero leider wordt. Als u dat helemaal zeker wilt weten, dan verwijs ik u graag door naar het journaal van 7 uur, want we moeten hier stilaan gaan afronden. Ik maak wel graag afspraak voor morgen. Morgen zijn we er heel vroeg bij. We zenden de integrale etappe uit van Châtel Saint-Denis-le-Pacot naar Le-Pacot. 3 keer de beklimming van Le-Pacot, de koninginnenrit, de echte koninginnenrit van de ronde van Romandie, de 59ste ronde van Romandie. Dus morgen afspraak op 1 vanaf 1 uur 30. Ik bedank u thuis om te kijken. Ik bedank André Meegank. En heel graag tot morgen, zaterdag. Dan is het weekend. Dat is leuk.